Hallo allemaal. Het is 8 februari en ik vis vandaag de eerste kuipersessie in 2022. Ik zit op een zandafgraving en ik heb één concurrent vandaag op 7 hectare. Het plan is om hier een aantal keren terug te komen dit voorjaar en na korte sessies te vissen, het liefst 's middags. Ik voer met particles en ik vis met boilies en kunstaas. Het water dat ik bevis is een meter of 15 diep. En er wordt hier al 30 jaar intensief op karper gevist. Kortom, dressuur wordt hier geschreven met 7 hoofdletters. Zomers kan jij hier eigenlijk niet vissen, want dan moet je tussen de bivvies doorslalommen. Maar in deze tijd van het jaar wil het nog wel eens lukken. Door veel te experimenteren. Met voer, met spodden en met bodemaas. De spotbom is gevuld met topkwaliteit particles. De boilies hebben een hoog gehalte Scopex. Mijn favoriet. En er wordt spaarzaam mee gevoerd. In mijn linkerhand de single bait, die ik niet wil laten zien nog. En in mijn rechterhand het kunstaas voor dit jaar. Je weet wel wat het is. Als deze niet werkt, heb ik altijd nog plan B. Plan B, daar zit een geurtje aan. Van een halve pop-up. Nou, maar wacht op. Mooie spiegel. Waar weinig mee te beginnen is. Het is behoorlijk wild. Ik ga hem dan ook maar heel snel terugzetten. Ik zal nog even de andere kant laten zien. Hij is inmiddels wat rustiger geworden, gelukkig. Hij laat zich op zijn gemak nu filmen. Hij gaat terug.
Nou, dit begint er al meer op te lijken. Een prachtige zeelt. Die vang je ook niet meer zo vaak. Ik ben er blij mee. En dan mag ik direct terug. Heb ik dat weer. Er zijn mensen die zijn heel blij met dit soort vissen. Maar ik heb er gewoon niks mee. Ik kan er niks aan doen. Iedere keer als ik er een aan heb, dan denk ik bij mezelf, ja, het is zonde van mijn karpertijd. Ik vang nu van karpers. Maar ja, ik moet toegeven dat het wel super sport geeft, zo'n steur. Ik ga hem snel terugzetten. Bedankt voor de sport, Jochie. Nou, de buurman heeft het ook naar zijn zin. Met een prachtig spiegeltje. Ja. Schitterend getekend. Ik heb hem net gevangen daar in het hoekje. Nou, hartstikke leuk. We gaan hem terugzetten. Gaan we doen. Het is 1 uur 's middags. Prachtig weer om een paar uurtjes te gaan vissen. Ik hoop dat ze het doen overdag. Zo kan het ook natuurlijk. 'S Nachts vissen. En overdag beet krijgen. De buurman staat te drillen. Jij doet het zelf, hè? Ik moet niet naar die vis jagen, jij moet de vis op mijn netje trekken. Mooie schubkarper. Kilo of 8-9, schat ik. En daar hebben we de trotse vanger. Wat een mooie schubkarper. Hallo allemaal. De zomer is al aardig onderweg. En het is hier knetterdruk. Vol met biffies elke week. Dus ik kom hier nog maar incidenteel. Met zieken ben ik gestopt. Ik heb het een paar jaar geleden al geprobeerd. En toen beviel het niet. En nu bevalt het weer niet. Iedere keer als ik een twist krijg, dan denk ik, ja, heb ik nou net een aanbeet gemist? Of was het gewoon een lijnzwemmer? Er staat immers een meter of 6 lijn vanaf de bodem naar boven.
Ik word er onzeker van. Ook al omdat je steeds jezelf afvraagt of je wel op de juiste diepte ligt. Anyway, ik ben ermee gestopt en ik vis weer één hengel single bait. En de andere hengel ben ik voorzichtig aan het spotten. Niet te veel. We zien wel of het iets oplevert. Ja, de spotbom straks gebruiken. En ik heb een nieuwe mat bij me. Nou, ik hoop dat die combinatie ervoor zorgt dat ik die mat echt nodig heb. En dat die mat binnen huis staat. Overdag wordt er slecht gevangen hier in de zomer. Dus vandaag probeer ik het een avondje. Tot het donker wordt. Ben benieuwd. Moeder Eend geeft duikles. Ik denk niet dat het gaat lukken, want het staat hier bijna 7 meter water. De eerste is al terug. Poging 2. Komt er weer een. Nog één. Nog één. Nee, niks gevangen zo te zien. Jammer. Wat op de randmeren niet lukt, lukt hier ook niet. En de tweede hittegolf van dit jaar komt eraan. Ik ga dit water verlaten. En ik ga een beetje snoekbaars vissen op de rivier om de zomer door te komen. Wordt vervolgd. Af en toe moet je een beetje mazzel hebben, al is het maar met het weer. Deze is net overgetrokken. Vorige week heb ik een avondje gevist tot het donker werd. Toen zat ik daar links, aan de overkant, heel aan het weg. Nu probeer ik het weer gewoon 's middags. En ik heb de wind op mijn kant. Dat wil nog wel eens helpen. Ik hoop er het beste van. Ik heb 4,5 uur gevist in een lekker zonnetje, maar het is bij één karper gebleven. Voor mij mag het nu snel herfst worden. Tot de volgende keer. Tussen de buien door. Alleen, ja, er ligt een prachtige vis op de mat. Maar niet de vissen of de vis waar ik op uit ben, namelijk een karper. Het is weer zo'n dondersteen. En hij wil weer niet op de camera. Dus ik ga maar heel snel terugzetten. En dan bedanken voor de sport. Want sport geven ze wel hoor, niet te geloven. Een kwartier mee bezig geweest, minimaal. Ga hem terugzetten. Nou, daar gaat hij. Terug te pompen. Een soort tomatenlating.
buurman is ook goed bezig. Ik kreeg net een prachtige fluiter. Er komt een hele leuke spiegel aan. Mooie dikke spiegel. Ja, leuke dikke spiegel. Mooi spiegeltje. Ja, heel mooi. Nou, gefeliciteerd. Dank u wel. Je komt op de film. Heb ik dat weer? Dat is de tweede vanmiddag. Hij is echt groter dan de eerste. Ik zou het bijna leuk gaan vinden, want die drill die valt echt niet tegen. Ik ga hem snel terugzetten. Hij is behoorlijk zwaar. Lekker gevist vanmiddag. Geen karpen gevangen, maar wel één gezien. Dat is ook leuk. Over een dag of 10 ben ik hier weer terug. Tot dan. Het is nog steeds 20 graden. Met een strak blauwe hemel. En dat is niet echt het herfstweer waar ik op gehoopt had deze week. Ondanks het mooie weer. Karper op de kant. Een dubbel run van een mooie spiegel en een klein schilderijtje. Het serieuze werk ligt hier op de mat. Een zware spiegel. Of misschien wel een leder. Nee, ik denk het niet. Hij heeft nog een paar schubben bij zijn staart. Ik laat de andere kant er even zien. Ik hoef niet meer helemaal op te tillen, want ik heb een slechte rug. Ja, ik ben ook zo jong niet meer. Dan begin je op dit soort momenten. Ik kan niet eens op mijn woorden komen. Op dit soort momenten begin je dat te merken. Hij gaat snel terug. Het is inmiddels een uur of 4 en ik zit nu in de schaduw en dat is een stuk minder. En ik heb al zeg maar een uurtje of 2 niks meer gezien. Ik blijf tot 5:30 en mocht het niks meer worden, dan zie je me niet meer. Ja, over 10 dagen of zo. Tot dan. Zo, Peppy is klaar voor de eerste aanbeet. En als je wil weten waarom Peppy vist zoals hij vist, dan moet je nu even opletten. Thank you.
En nu maar afwachten of de aanpak werkt vandaag. Zit ik op het goede moment op de goede plek? Dat is de vraag. Ik heb een uurtje of vijf gevist vandaag, maar het was kennelijk niet het juiste moment. Nou, jammer. Volgende week komt er een berg regen aan. Dus de week daarop nog maar eens proberen. Tot dan. Wat het goed is, kom snel, wordt er wel eens gezegd. Nou, hij kwam niet snel. En het is ook niet de goeie. Want het lijkt niet eens op een kuiper. Wel ontiegelijk zwaar. Dit was absoluut niet de bedoeling. Ondanks de geweldige sport die hij gaf. Hij heeft er een zootje van gemaakt. Twee lijnen in elkaar, een grote tak kwam er mee. Drama. Zetten. Nou, hij is veilig. Dan kan ik hem rustig terug gaan zetten. Daar gaat nummer 2 van vanmiddag. Doei doei. Zo, dit was een aflevering van Worstelen met Stofzuigers. Ik ga thuis eens kijken bij het editen of ik niet twee keer dezelfde steur gevangen heb. In ieder geval ben ik hier volgende week terug, dus tot dan. Het is eindelijk herfst, maar het is geen herfstweer. En daardoor geen visweer. Met een strak blauw hemeltje. Het wordt vandaag 18 graden. En de luchtdruk is opgelopen naar 1026. Dus ja. Ik weet niet wat ik ervan moet verwachten. Ik steek er vanmiddag 4 uurtjes in en dan zien we wel. Eindelijk is het herfst weer. Met regen en bewolking. Nou, onder deze omstandigheden... vallende bladeren, moet ik toch wel een visje kunnen vangen. De eerste deze herfst. Een prachtig schilderijtje. Dit soort visjes, ja, die wil je nog wel eens een keer vangen, hè? Over een jaar of 20. Dan zijn ze echt prachtig. Hey, vriendje. Prachtig visje, wat nog een beetje moet gaan groeien. Ik hoop hem nog eens terug te zien, over een jaar of 20. Alhoewel, daar ben ik er niet meer waarschijnlijk. Allemaal terug. Het is niet te geloven. Het begon zo lekker herfstachtig. En 2 uur later, strak blauw hemeltje. En ik heb mijn jas uitgetrokken. Zo warm is het. Lekker natuurlijk, maar ook de wind is weggevallen. En daar ben ik minder blij mee. Nou, ik geef het nog een uurtje of 2, 3.
Het is prachtig weer. Het voelt aan als 20 graden. En ik word beloond. Nou ja, weer door een steur. Ik word niet goed voor die dieren. Ik ga hem snel terugzetten. Want ze zijn allemaal even weerbarstig. Daar gaat hij. In een mooie glijvlucht. Als je met loodvervangers wil vissen, doe het dan meteen goed en neem diamanten. Je vangt alleen vrouwtjes, dikke karpers. Want diamonds are a girl's best friend. Het enige nadeel zijn die diamantsteuren hier. Ik ga verder vissen. Het is alweer een uurtje stil. En de zon verdwijnt zo langzamerhand achter de bomen. En dan wordt het gelijk een stuk frisser. Nou, ik blijf nog een uurtje zitten tot de zon echt weg is. En mocht ik nog iets vangen, dan graag tot straks. En anders tot de volgende keer. Volgens buienradar gaat het wel regenen vandaag. Dus voor de zekerheid neem ik de brolly maar mee. Nou, even een stek uit gaan zoeken. Zo wil ik het hebben. Lekker herfst weer. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Al weet ik zo langzamerhand niet wat ik ervan denken moet. Het is eind oktober. Aan het eind van de week worden temperaturen van 22 tot 25 graden verwacht. De natuur is van slag. Ik hoop de karpers nog wel honger hebben. Ik ben een uurtje of drie verder en buienradar heeft helaas gelijk gekregen. Na regen komt zonneschijn, maar helaas nog geen karper. Oktober is een hele slechte maand geworden, met veel te hoge temperaturen. En vooral de afgelopen week was een drama. Ik ben hier drie keer geweest en ik heb helemaal niets gezien. Geen stootje, ook geen springende of draaiende vis. Foute boel. Goed, volgende week kom ik weer terug en dan is het alweer november. Nou, ik hoop dat november een betere maand wordt. Tot dan. Het is fris. Kan ik je jas even lenen? Eindelijk is het serieus herfst weer. En nu maar hopen dat ze het gaan doen vanmiddag.
eerste vis in november. En je ziet het al, het is weer een steur. Ik word niet goed van die jongens. Ze hebben er 20 uitgezet hier. Op 7 hectare. En ze moeten me allemaal hebben. Ik weet niet wat dat is. Ik wil ze graag karpen vangen. Nou, ik ga deze snel terugzetten. Er is er maar één. Het is niet te geloven. Oh. Ik had mijn spullen weer klaar. Ik gooi in op dezelfde plaats. En daar komt deze. Binnen een minuut. Hij mag weer heel snel terug. Knappe vis weer hoor. Van dik over de meter. Het is bijna 4 uur. En dan heb ik precies 4 uurtjes gevist. Nou, november is niet begonnen zoals ik me dat had voorgesteld. Wel leuk natuurlijk, 2 steuren, maar toch weer geen karper. Terwijl de weersomstandigheden perfect zijn. Windkracht 4 uit het zuiden. De luchtdruk is 1009 op het ogenblik. En het is nog niet echt koud. Graad of 13, 14 denk ik. Alleen de watertemperatuur is nog steeds 15 graden. Misschien komt het daardoor. Anyway. Ik ga over een half uurtje stoppen, want dan moet ik erop ruimen en dan wordt het al donker. En ik hoop hier volgende week weer terug te zijn, al heb ik een drukke week. We zien wel. Tot dan! Je komt de gekste types tegen langs de waterkant. Hier zit er een. Die is zijn stoeltje vergeten. Die zit in een kruiwagen. Het is een uur of wat zal het zijn? Bijna 4 uur denk ik, 's middags. Nou, de hele middag niks gezien, geen stootje. Eindelijk gaat de waker omhoog. En wat is het? Een brasem. Ja, wel een van 70 centimeter. Ik ga hem snel terugzetten. Misschien komt er nog een karper bij. Nou, de beloning komt snel vandaag. Binnen een uur vis op de mat. Maar helaas geen karper. Wel een mooie brasem. Van 67 centimeter. En die gaat nu weer zwemmen. Dit heet in botanische termen een laatbloeier. Ik zeg lekker laten bloeien. Een handjevol brasems en steuren heb ik eindelijk weer een karper op de mat. Mooie vis. Prachtige kleur. Altijd hè, in deze tijd van het jaar zijn ze zo mooi. Ik laat even de andere kant zien. Vorige week heb ik mijn aas aangepast om van die steuren verlost te zijn. En ik ving meteen een karper. Nou, je snapt dat ik doorga met dat nieuwe aas. In de hoop dat ik alleen nog maar karper vang vanaf nu. De tijd zal het leren. Nou jongens, daar gaan we weer hoor. Of ik wil of niet,
Ze weten me weer te vinden. En deze gaf supersport. Dit is echt een hele sterke. Volgens mij heb ik hem al een keer gevangen. Ik meen dat hij toen 1,34 meter was. Nou, er komt weer een te waterlating. Vrij ondiep aan de kant. Ga mijn vriend. En gelijk wegzwemmen alsjeblieft. Ja, zo zie ik het graag. Het is druilerig weer. En 3 graden Celsius. Echt van dat weer om je PR te gaan verbreken. Vanmiddag klaart het misschien nog op, volgens buienradar. Hallo allemaal. Het is de laatste week november. En waarschijnlijk de laatste week dit jaar dat ik nog op Kuiper vis. In ieder geval vandaag en daarna misschien nog 1 keer. Want vanaf 1 december ga ik over op snoekvissen. Tot ziens. Hopelijk tot straks eigenlijk. Met een vis. Mijn vriendje is er ook weer. Het is weer zover. Er is geen ontkomen aan. Het is weer een hele zware. Oh, zo zwaar. Omdat ik nu kramp in mijn kuit krijg. Prachtige vis natuurlijk weer. Ja, toch weer een steur. Ik wil zo graag een karper vangen. En het schiet maar niet op hier. Ik ga hem heel voorzichtig terugzetten. Het is wel een van de betere. Deze video afsluiten met een steur. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat snap je wel. Nou ja, dan zit er niets anders op dan nog even doorvissen. Nou, de buren doen het goed. Met een dubbelrun. Twee prachtige spiegeltjes, echte schilderijtjes. Nou, dat moet mij toch ook lukken. Moet ik wel eens een speer terug naar mijn hengels. Gelukkig. Ik ben nog niet verleerd. Voor mij ook zo'n mooi uitzettertje. Prachtig spiegeltje. Heel mooi getekend. Andere kant is ook heel mooi. Geweldige tekeningen. Nou, dit was een lekkere visdag. Het is nog lekker weer geworden ook, met dat zonnetje erbij. Wel koud. Hoe dan ook. Ik ga nog 1 keer vissen volgende week. En dan sluit ik de video af. Tot dan!